Ja, toen ik net werd benoemd als stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Zuidoost, kwam ik op het Binnenlandcollege. Ik ben eerlijk gezegd een beetje vergeten waarom ik er was. Dat is een van de officiële dingen. Maar één ding zal ik niet vergeten. Een groepje opgeschoten jongeren, jongens eigenlijk, kwamen naar me toe en zeiden zoiets. En het zijn mijn woorden. Je moet niet denken dat je ook niet iets, ook maar iets te zeggen hebt. Voor ons zul je niks krijgen. We nemen niks van je aan of van de rest van ons. We hadden daarna een heel goed gesprek waarin de gigantische kloof tussen politieke inwoners opnieuw duidelijk werd. De mensen die mij kennen weten dat ik hou van ingewikkelde problemen, dus ik dacht challenge accepted. Ik ging het gesprek aan om erachter te komen naar wie ze wel luisterde. Dat bleek dan te gaan met bepaalde sleutelpersonen met gezag. Voor mij was dit de start van een bijzondere tocht in Zuidoost, samen met mijn collega's Tanja Jatenantse en Dirk de Jager. En ik denk dat we trots kunnen zijn op het feit dat na ons aanzet het duidelijk is dat gebieden zoals Zuidoost alleen kunnen verbeteren als er langjarig, minstens 20 jaar, consistent wordt gewerkt door de gemeente. Dat zit nu wel tussen alle politieke oren. En ik zou ook voor willen pleiten dat we voor alle gebieden waar er achterstanden zijn om in te lopen, zoals Noord en de West. Maar ook bijvoorbeeld een kolenkindbuurt of andere wijken in Amsterdam. Laten we dat niet vergeten. Meer dan ooit is dat nodig gezien de oplopende inflatie en energierampen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat niemand door het ijs zakt. Met mijn afscheid eindigt ook de periode van 8 jaar collegedeelname van mijn partij, de SP. Ik wil daar ook heel even bij stilstaan. Het is voor onze partij een spannende periode geweest, waarin we tegenslagen hebben meegemaakt, maar vooral ook veel belangrijke dingen hebben bereikt. Toen de SP begon, was het marktdenken nog zeer dominant. En we kunnen er trots op zijn, als SP, dat we onderdeel zijn geweest van de beweging die dit denken heeft gekanteld, waardoor er nu veel meer ruimte is gekomen om aan andere, meer collectieve oplossingen te denken dan het uitzetten in de markt. Ook is er veel meer draagvlak om door middel van wetgeving de markt verder te reguleren. Wat mij betreft allemaal goede ontwikkelingen die verder moeten worden gebracht. Daarnaast zie ik tot mijn genoegen dat koerswijzigingen die zijn begonnen in de bestuursperiode van de SP deze zullen overleven. Ik denk daarbij aan de 40-40-20-regel voor de nieuwbouw die al in 2017 is ingesteld, waarbij 80% van de nieuwbouwwoningen gereguleerd wordt. Of de totaal andere manier hoe de gemeente met bijstandsverplichten omgaat, op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook in deze nieuwe periode worden deze wijzigingen doorgezet. Afscheid nemen van collegedeelname van de SP is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook goed. Besturen is nooit een doel op zich, maar een middel om onze idealen te verwezenlijken. Het blijft voor iedereen die actief is in de politiek belangrijk om te beseffen dat bestuursdeelname geen vanzelfsprekendheid is. En voor de SP ook geen voorwaarde om het verschil te maken. Of het nu in het college is, of vanuit de oppositie in de raad, of vanaf de straat. De SP zal zich blijven inzetten voor een sociale stad waar iedereen erbij hoort en mee kan doen. U kent mij, voorzitter. Ik wil het graag kort houden. Er staat nog veel op de agenda. Ik wil iedereen, van chauffeur en bode tot geen teken, bedanken voor de gegeven ondersteuning. In het bijzonder mijn eigen team, die mij geweldig heeft geholpen. Mijn collega's van het college, dank ik voor de zeer collegiale ontvangst en ondersteuning. Ik dank u als raad voor de constructieve discussies in de commissie en de raad. Ik wil de SP bedanken voor de geweldige kans die de partij mij heeft gegeven om in Zuidoost, maar ook hier, mijn werk te kunnen doen. Ik wil Tanja en Dirk bedanken voor de geweldige tocht die we samen in Zuidoost hebben gemaakt. Maar het meest bedank ik mijn vrouw en mijn kinderen voor de offers die ze hebben gedaan, het begrip dat ze hebben getoond en de ondersteuning die ze hebben gegeven. Het gaat u allemaal goed. Dank u wel.